Theo, niks gevonden, maar nog steeds verdacht. Hoe komt dat? Ja, dat klinkt niet echt logisch. Daar ben ik het met je eens. Maar de rechter hier achter mij die denkt daar vandaag anders over. Want die rechter zegt, er was een betrouwbare tipgever. Er zijn telefonische gesprekken afgeluisterd van de beide verdachten. En ze hebben een verklaring afgelegd. En dat alles bij elkaar, zegt de rechter, is voldoende om alsnog te denken dat ze gehandeld kunnen hebben in dat uiterst gevaarlijke sarin. Ja, en dat gaat over twee van de vier, want er waren ook twee vrouwen. Wat gebeurt er met die vrouwen? Ja, die vrouwen die mogen vrijdag naar huis, die worden niet langer meer verdacht. En die twee mannen die moeten vast blijven zitten. En dan ook nog met alle beperkingen. Dat betekent dat ze niemand mogen zien of spreken, alleen hun eigen advocaat. En eigenlijk is dat vreemd, want de vier, die twee mannen en vrouwen, hebben wel samen opgetrokken in deze zaak. Maar toch dat verschil. En overigens, ze zijn niet verdacht dat ze mogelijk een terroristische aanslag wilden plegen. Nee, het ging ze puur en alleen om het geld. Oké, Theo, dankjewel.